Beste mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Rijd Cake op de Week. We zijn aanbeland bij aflevering 25. Ik heb deze week vakantie gehad. Ja, vakantie. We zijn deze week privé overgehuisd. We hebben denk ik de warmste week uitgekozen van het jaar, misschien wel van de eeuw. Maar we zijn wel lekker gesetteld. Ondanks de afwezigheid hebben mijn collega's toch een paar leuke filmpjes gemaakt. Die hebben we samengevat voor jullie in de nieuwe Rijd Cake op de Week. Ik zou zeggen, kijk en geniet. We beginnen deze week met de ingeruilde Audi RS5. De hele voorkop was voorzien van steenslagfolie. Deze hebben we verwijderd. En dan komt natuurlijk een splinternieuwe auto onderuit. De Volvo die gaan we voorzien van een interne motorreiniging. Thijs, de eigenaar van de auto, die vult meteen heel de gang van zaken. De Audi A6 staat klaar voor aflevering. De BMW 435 is verkocht. De nieuw binnengekomen Mini Cooper S Countryman, die is Dennis volop aan detailen. Mooie Audi RS6 staat bij ons in de voorraad. En deze RS4 is nu klaar, alleen we moeten nog even de grote beurt verzorgen. Tevens de quattro olie wordt vervangen en de bakolie. Deze auto hebben we een reparatie uitgevoerd aan de twee linkerdeuren. De 435 staat klaar om opgehaald te worden. De inruil op deze 435 is een BMW Z4 28i. 80.000 kilometer, volledig M-Sport uitgevoerd. Dit betreft een mooie 435 Cabrio 2015 met werkelijk alle opties, volledig M-Sport uitgevoerd ook. Deze auto hebben wij enkele jaren geleden geleverd aan een klant in Budel. Die staat hier nu voor onderhoud, grote beurt. Blijft mooi, zijn E92. Jerris zwart. Audi A6 staat hier voor een grote beurt. Er is Tom nu volop aan bezig. De BMW M5 E39 is terug. Die hebben wij enkele weken geleden voorzien van een aankoopkeuring. Nu is die auto hier om die auto er perfect bij te zetten. De complete auto moet gespoten worden. De wielen gaan we ontlakken, stralen en poederkoten. Wat technische dingetjes moeten we gaan repareren en aanpakken. Met andere woorden, die moeten weer spikkerspan fabrieksnieuw erbij komen staan. Tijd om de BMW 435 mee te geven aan de klant. Z4 ingeruild. Deze klant heeft een enkele jaren geleden al een nieuwe Q7 bij ons gekocht. Hoi hoi. En nu dan een prachtige 435. Wat wil je nog meer met 40 graden hitte? De Ford Focus is op bezoek geweest voor een garantiegevalletje. Schitterende kleur, carbon dak. Wederom special delivery vanuit Engeland van de firma Miltec Sport. Mooi, mooi, mooi. Miltec achterdemper zojuist binnengekomen. En ook
middendeel van het uitlaatsysteem. Beide voor een TTRS die we onlangs al voorzien hebben van vervangingskatalysatoren van Miltec. Ja, met deze upgrade wordt het dus compleet Miltec van voor naar achter. Nogmaals, welke we gaan plaatsen onder een TTRS. Renault Captur binnengekregen van een klant, welke onlangs voorzien is van OZ-velgen, zwarte OZ-velgen. De wens is nu de remtrommels zwart te maken. Dat ze ja, mooi matchen met de wielen. Past veel mooier bij de wielen. Zometeen hebben we een afspraak staan voor de bezichtiging en een proefrit van deze BMW 640. BMW 640i van 2012. 48.000 kilometer gelopen. Volledig M-Sport uitgevoerd. Inruil van een BMW 528i Touring F11. Die gaan we zo meteen even bekijken. Op bezoek van Fiat van der Dungen in Veghel. Een reet te snelle Fiat 500 Abarth. 240 pk. Brembo remmerij. Echt een bommetje op wielen. En hier ben ik het helemaal mee eens natuurlijk. En de tijd is weer gekomen om de Audi RS4 af te leveren aan de eigenaar. Staat er een spikkerspan bij. We wachten even de aanbetaling af, maar dan is ook deze Q7 verkocht. We zijn nog steeds in onderhandeling met de Audi R8. Hier twee oldschool Volkswagens, de Rally en de Corrado. Vandaag, zaterdag, wordt de BMW 535 XI geleverd uit 2013. En zometeen staat er een proefrit voor de RS7. De ingeruilde BMW Z4, deze hebben we ingeruild op de 435 Cabrio. Deze komt over anderhalve week ongeveer online. En de ingeruilde Volkswagen Polo GT DSG, panoramadak, xenon, led, leer, armsteun. Dit was je dan, aflevering 25 van Rijd Keek op de Week. Vergeet niet te abonneren, even op het knopje drukken. Geniet van jullie weekend, geniet van jullie vakanties en ik zie jullie graag volgende week. Doei!